Op de P.W. Janssenweg in Jubbega raakte de bestuurster van een personenauto donderdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval. Toen de hulpverleners op de plaats van het ongeval kwamen, troffen ze de vrouw bekneld aan in haar auto in de berm. De bestuurster had met haar voertuig een boom geraakt en kwam daarna aan de andere kant van de weg tot stilstand. Na een eerste medische hulp werd zij voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal maanden geleden vond op bijna dezelfde locatie ook een ongeval plaats toen met een tractor en een personenauto. Omstanders klaagden tegenover onze verslaggever over het onderhoud van de weg. De zijkanten van de weg en de berm zijn slecht. Laatst, net even voor de plaatselijke brommerreis op deze weg, heeft de gemeente weer wat puin aan de zijkanten gestort.